Speel ook dit seizoen mee met Wie is de Mol? Download de vernieuwde app en daag je vrienden uit in een pool. Voorspel en win. Is de Mol 2019. De kandidaten staan klaar voor het avontuur van hun leven. Duizenden kilometers van huis, weg uit hun vertrouwde omgeving. Het speelveld? Een land met vele gezichten en hartverwarmende mensen. Colombia. Tijdens hun reis door ongerepte natuur, woeste bergen, bruisende steden en schilderachtige dorpjes proberen de kandidaten met opdrachten zoveel mogelijk geld te verdienen. Ze zullen stuiten op lastige dilemma's en vooral op tegenwerking van de mol, die er geraffineerd voor zorgt dat de winst zo laag mogelijk blijft. Het zal een zoektocht worden met onverwachte wendingen, waarbij de kandidaten één voor één het spel moeten verlaten. De uiteindelijke opbrengst is voor de winnaar, degene die het antwoord weet te geven op die ene vraag. Wie is de mol? Ah!
kandidaten, welkom in Colombia. Dank je. Het was super spannend gelijk. Je had echt het gevoel van nu gaan we beginnen. En er ging ook zo'n soort siddering door het groepje heen. Op dat moment voelde ik wel een enorme rush omhoog komen en zenuwen. En oh mijn god, we zijn hier echt. Jullie staan aan het begin van een groots avontuur. Dat jullie natuurlijk het liefst helemaal tot het einde willen meemaken. Deze allereerste opdracht kan jullie gelijk een eind op weg helpen. Aan deze historische brug, de Puente de Occidente, zie je 15 touwen. Aan elk touw hangt een kist. In 10 van die kisten zit een vrijstelling. Op naam voor deze aflevering. Dus voor elk van jullie één. Daar zitten vrijstellingen in. Goud weegt er niet tegenop. Maar in welke kist? Hoe meer kisten jullie de brug op weten te tillen, des te groter de kans dat jullie allemaal een vrijstelling verdienen. Jullie krijgen 20 minuten. Succes. 10 vrijstellingen. Nou, dan ben ik in ieder geval niet de Ron Boshart van dit seizoen. Maar dit wordt nog een flinke kluif. Oké, jongens. Eerst wie gaat naar links en wie gaat naar rechts? Ja, moeten we dat wel doen? Ik denk eerst teams maken, denk ik. Ja, wie gaat naar links, wie gaat naar rechts? We kunnen toch ook met z'n allen eerst naar rechts gaan? Toen we de opdracht hadden gekregen van Rick, toen kwam natuurlijk de onvermijdelijke discussie over hoe we het gingen aanpakken. Nee, ik denk dat je een team moet duo's maken. Iemand die sterk is en iets minder sterk die aan de achterkant kan trekken. En iemand die kan trekken van... Je hebt twee, er zijn 7 kisten. 7 om 8, ja? Aan die kant zijn er 8, dus ik ga met jou mee aan die kant. Ja, waarom dan? En Sinan aan die kant. Sinan aan die kant. Waarom? Jonge meisje, toch? Onwijs? We hadden een plan, we waren verdeeld, we waren gemotiveerd, want we wilden allemaal naar de volgende aflevering. Maar toen moest het nog gebeuren. Dit wordt gewoon echt heel chill om te doen. We gaan gewoon al die vrijstellingen naar boven halen. Ja. Ik ben Niels Letoy. En de meeste mensen in Nederland zullen mij kennen als Nielson. Ik ben 28 jaar en ik maak Nederlandstalige popmuziek. Ik denk dat de belangrijkste karaktereigenschap van een mol is... om op te gaan in de menigte, om op te gaan in de groep. Want ja, je moet toch een soort van vertrouwen wekken. Mensen moeten het idee hebben... dat er geen dubbele agenda is. Hebben? Yes. Ah, lekker. Kom maar, volgende. We vonden Jamie aan de eerste kist te trekken en toen dachten we allebei... oh, dit valt eigenlijk best wel mee. Ik bedoel, soms niet heel relaxed, maar wel... ik denk, dit kunnen we wel. Dus die kregen we vrij snel omhoog. Oké. Maar toen zagen we naast ons de dames die problemen hadden... om hem uit het water te krijgen, dus die ging ik helpen. Nou, dat kon niet blijven. En toen merkte ik meteen, deze kist is veel zwaarder dan de eerste. Dus dat was een beginnersmazzeltje. Leuk voor ze. We doen 1 lichte kist en die krijgen ze omhoog. Maar daarna was het heel zwaar. Hij is bijna uit het water, jongen. Maar deze is echt te zwaar. Nee, hij komt. Ik ben Rick Paul Vermulligen en ik ben een acteur. Je zou me kunnen kennen van theater of van Adam en Eva, de grote improvisatieshow Rundfunk. Mijn strategie is, ik ga heel goed kijken en ik wil heel erg luisteren naar het gevoel in mijn buik. Niet laten meevoeren door alles verdacht te vinden, want alles is verdacht. Je kan alles verdacht maken en alles invullen. Maar wat zegt dat eerste gevoel als je mensen aankijkt, als je een beetje op ze let? Tik naar beneden, jongens. Ik ging naar de derde en ik dacht, die trek ik in mijn eentje. Kom, helpen! Ja, kom maar hier. 1, 2, 3. En zo waar, die trok ik ook in mijn eentje omhoog. Hij is er bijna uit!
Het is zo zwaar, jongen. Ik trok er eentje in mijn eentje. Ik dacht fucking Rambo. Ja, die blauwe waren licht. 1, 2, 3. Juist. Ah, ja, verbranden. Ik krijg het echt. Wat gaan we doen? Gaan we de volgende? Zwaar. Niks te doen! Dan werkt alsof het voor je handen. Ja. Ga maar de bovenkant, maar trek ik hem eronder. Hoe ver is dat dan niet? Ik denk, nou, deze moet lukken. We laten zeggen, niet kisten. Dus hij moest naar boven. Oké. Hoe gedaan, maar naar binnen. Hier. Yes. Top. Oké, loskoppelen. Volgen die een beetje te doen is. Ja. En nog een keer. Nog een keer. Jee. Is hij uit water? Nee, nog niet. Ja, hier, kom eens bij deze. Lukt die? Nee, je moet even komen. Deze is fucking zwaar. Nee, die is ook... We pakken deze met z'n allen. Welke? Deze? Kom maar. Ja. Misschien met z'n vieren wel. 1, 2. Ja. 1, 2. Ja. 1, 2. Ja. 3, 2, 1. Hou vast, want je gaat terug. 3, 2, 1. 1, 2. 1, 2. Oh, dit moet lukken, jongens. Dan gaan we niet meer laten gaan. Ja. Hij is er bijna. Ja, ja, ja. 12 is gedaan. 3, 2, 1. 1, 2. Ja. 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 Zijn we bijna? Yes. Kom maar. Ah. Lekker, jongens. Kom. Wow. 1, 2, 3. Pas op voor je voeten. Iedereen was al moe, had pijn of... iets anders waardoor het eigenlijk niet meer kon. Dus het was echt, echt wel een enorme kick dat het gelukt is. Maar is daar weg misschien. Oeh, dat zou niet doen. Je sleepte eigenlijk iedere keer met een touw over je houten balustrade. Dus dat schuurde heel erg. Maar voor de balustrade was een ijzeren balk. Dus ik dacht op een gegeven moment, wij moeten een lus slaan om die ijzeren balk. Want dan kunnen we een soort hefboom of een soort makkelijker trekken aan dat ding. Maar we hadden niet echt zo heel goed rekening gehouden met de stroom. Die was zo zwaar. Nee, dit lukt niet. Nee, deze weg. Heel en ik hebben gewoon een kist in het water laten vallen. Maar de bedoeling was goed. We moeten hiervoor gaan en iedereen wil natuurlijk ook gewoon iets vrijstelling. Dus ja, zo simpel is het. Het is een soort adrenaline, maar ook gewoon een soort van excitement. En je voelt het eigenlijk echt een hele groep. Je onderschat het eigenlijk, dus ik dacht ja, die trekt ze er zelf wel één voor één uit. Maar daar zaten echt kisten bij. Dat was echt gewoon niet te doen gewoon. Macht die we hadden, moesten we die kist eruit trekken. Ik wist dat als ik mee ging doen aan Miss Teamot 2019, dat niet makkelijk ging worden. Maar dat de eerste opdracht al zo intens zou zijn. Dat had ik niet verwacht. Ik ben Nikki de Jager en ik ben visagist en YouTuber. Mensen zullen me misschien niet kennen van televisie, want al mijn volgers zitten op het internet. Ik kijk eigenlijk al heel mijn jeugd naar Wie is de Mol, dus toen ik gevraagd werd, was ik zo blij. En hier zijn we dan. Jongens, we moeten hun aanmoedigen op het opgepakt. Kom op! 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 En dan weer naar binnen. Ik heb het niet meer.
We gaan. Zeven kisten van de 15. Ja, dat is toch niet helemaal wat we bedacht hadden. Even een beetje bij te komen van deze helse tocht die we met elkaar gemaakt hadden. Helemaal doorweekt, lekker een watertje. En toen stond Rick opeens daar. Kandidaten, jullie hadden met deze opdracht 10 vrijstellingen binnen kunnen halen. Dat is niet gelukt. Nee. Maar 4 van jullie kan ik feliciteren. Dat is helemaal niet goed. Ja, dat is nog steeds niet goed. Oké, maar wie? Ja, even. Wie dat zijn, vertel ik bij de executie. Als degene die de test het slechtst maakt een vrijstelling blijkt te hebben, hoeft er dus deze aflevering niemand naar huis. Oh, dat niemand naar huis. Maar ik heb een aanbod. Jullie krijgen 2500 euro voor de pot. Als jullie als groep afzien van de vrijstelling. Dat betekent dat jullie allemaal weer dezelfde kans hebben. Dat jullie allemaal je scherm gaan zien. En dat er sowieso één van jullie het spel moet verlaten. Ik hoor jullie beslissing. Graag bij de executie. Ik wens jullie heel veel wijsheid. Het aanbod is wel weer zo'n typisch Wie is de Mol aanbod, weet je wel? Dat je denkt van, ja, hallo, laat ons ook even inkomen. Hij zegt, degene die het slechtst gemaakt heeft, die krijgt dan nog in principe een rood scherm, zou die krijgen. Zeker. Maar als die vrijstelling heeft, dan gaat er niemand naar huis. Ja. Dat is... Dus niet degene die het test slechts maakt, die krijgt niet de vrijstelling. Nee, want die is op naam. Zat hij in de kist. Dus de vrijstellingen staan al vast. Dus als jij het slechts hebt gemaakt, maar jouw naam is niet uitgehaald, ga je alsnog naar huis. Precies. En hebben we geen 2500 euro. Ja. Oké, ik wil wel gewoon graag stemmen om gewoon geld in de pot te knallen. Het is de eerste aflevering, toch? Laten we die vrijstellingen gewoon opgeven. En iemand zou we weten toch niet van wie ze zijn. Maar ik vind dat we het nog niet helemaal inhoudelijk goed genoeg besproken. Ik ben nog niet helemaal klaar bij dus voor de stemming. Er valt sowieso voor beide kanten wat te zeggen. We zijn er nog niet helemaal over uit. Dat gaan we morgen bepalen. Dus ja, wat zal het worden? En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre llena de placer. Na de eerste opdracht zijn we met de bus gaan rijden. Eerst nog even een beetje langs het mooie bosrijke en rivierrijke gebied. En op een gegeven moment zijn we een klein dorpje ingereden. En nou ja, eigenlijk echt zo'n schattig dorpje wat je je voorstelt bij Zuid-Amerikaanse dorpjes. Mooi. Hi, ik ben Niels. Niels. Rick Paul. Ik heb je even hier geroepen, want ik zat naast jou in de bus. En de manier waarop jij dingen opschreef en hoe enthousiast je dat deed, dacht ik, jou kan ik vertrouwen. Dat denk ik nu. Misschien moeten we even een tijdelijk bondje. Jij wil een beginnersbondje. Rick Paul. Ja. Jij wil nu, na één opdracht. Ja, waarom niet? Op basis van dat je vindt dat ik heel enthousiast informatie opschrijf. Ik kan jou vertrouwen, denk ik nu. Ja, ik heb ook een goed gevoel bij jou. Misschien is dat fijn omdat ik dat even terug zeg voordat ik... Maar ik twijfel of het niet te vroeg is voor een rondje. Maar we kunnen het ook zijn. Gewoon even mogen proberen. We mogen uitstappen als we willen, weet je? We kunnen een soort proefbouw. Zonder hard feelings dan? Zonder hard feelings, totaal. Volgens mij lijkt het mij een goed idee om toch een beetje onze krachten te bundelen. Dat we af en toe ook iets uit kunnen staan. Want volgens mij na deze dag... hebben we een vriend nodig, want er is zoveel gebeurd. Ik had Merel al een beetje eerder het gevoel gegeven dat het misschien wel leuk is om wat meer samen te gaan werken. En toen, na de eerste opdracht, moesten we zoveel bijhouden dat ik dacht, dit is een goed moment om haar
in dat bondje te lokken. In eerste instantie delen we gewoon de informatie van de opdrachten, de dingen. En dan als pak dat... Pak jij een deel, pak ik een deel. Ja, of in ieder geval proberen we dat een beetje complementair te doen. Ik vond het wel snel. Ja. Ja, maar ja. Ja, snel. Ja, voor hetzelfde geld ben je morgen naar huis. Dus ja, dan kan je beter even een vriend hebben gehad. Of zo, denk ik. Maar dan zijn wij een basisbankje. Dus dan niet... Je mag een beetje... Niet vreemd gaan. Je mag een beetje rommelen, maar niet een ander basisbankje. Dus wat ik jou vertel, dan niet... Door. En vice versa. Oké. Oye, en la rutina de la vida estamos. ¡Cómo! We gingen naar buiten, we gingen een dorpje in. Ik hoorde allemaal weer muziek. Ik zeg ja. En we komen eraan en ik zie daar een heel salsa ballet staan. Of hoe noem je dat dan? Oh, ze zijn ook super goed, zei ze. Ja, ik schiet al totaal in de stress. Ik begin naar medekandidaten te kijken. Ik ga meteen van wie wist dat dit ging gebeuren. Wat gaan we doen? Wie kan er dansen? Wie kan er dansen? Ik ga er wel, hoor. Ja? Ik kan het niet, maar ik ga er wel. Ik kan niet dansen. Ik zag die mensen dansen. En toen dacht ik, superleuk, lokale sfeer, lekker dansen. Als ze in hemelsnaam maar met elkaar blijven dansen. Welkom in Santa Fe de Antioquia. Jullie zien het, jullie horen het. De muziek zit de Colombianen in het bloed. En dat geldt ook voor de salsa. Elke Colombiaan kan salsa dansen. Het is snel, het is ritmisch en het is sensueel. Ja. Geniet van het volgende optreden. En kijk goed. Oh, hou op. Rick vertelt ons dat we moeten opletten. Ja, Rick, dat was ik al aan het doen. Maar waarop? Dat wordt ons niet verteld. Quiero contarle, hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Goed opletten, jongens. Toen dachten we, oh, we moeten hier vast niet op de dansers letten, want daar wil je naar kijken. Dus gingen wij allemaal bedjes tellen daaromheen. Sommige mensen naar achter. Mensen die baby's vasthielden. Ga naar achter een beetje kijken. Oh, maar ik wil naar haar kijken, jongens. Ik let op haar. Tellen. Paarden tellen. Mannen tellen, vrouwen tellen. En hoeveel hadden er een blauw vestje aan? Hoeveel hadden er een wat zwarter vestje aan met allemaal glittertjes erop? Tellen. In los años 1600. Ja, mijn god, ze komen naar ons toe. Ja, daar gingen we. Ik moest als eerste. En iedereen lachen natuurlijk, uitlachen. Ik denk dan, ja, je hebt het zo zelf aan de beurt, dus doe het toch maar. Maar ik was meteen in de stress ook. Maar ik kan niet meer opletten, jongen. Ik vind het wel heel erg leuk. Dus die schaamte heb ik meteen aan de kant gezet. Dus ik ben er helemaal voor gegaan. Ik heb eigenlijk niet opgelet op de rest, want ik zat zo helemaal in mijn element. En toen mocht ik weer terug. Un matrimonio africano. De tweede ronde was ik aan de beurt. Tel me
dames en heren, welkom bij het meest gênante stukje Wie is de Mol in alle 19 seizoenen. Dikkie die dans met een veel te kleine man. Maar weet je, als je dan toch in een Colombiaans dorp staat te dansen, dan moet je er ook maar van genieten. Ik ben Merel Westrik, ik ben journaliste en ik maak nu 4 jaar deel uit van de redactie van RTL Nieuws en daar presenteer ik het nieuws. Ik zou wel de mol kunnen zijn, denk ik. Want ik kan wel goed tegen druk, goed tegen stress, maar ik zou het ook wel ongemakkelijk vinden. Vermoeiend. Ik kon niet meer. Ik stond echt compleet rood. Veel te hard mijn best gedaan, want waarschijnlijk zal er wel weer iets zijn gebeurd. Maar ik heb niet opgelet. Nou, mijn naam is Sinan Jan en ik ben documentairemaker en onderzoeksjournalist bij BNNVARA. De strategie is eigenlijk dat alles geoorloofd is. Dus dat vind ik wel heerlijk. Gewoon dat ik een keer echt gewoon een keer de bad guy mag zijn. En wat mensen onderuit mag halen. En dus de strategie is gewoon iedereen naar de sloop brengen. Ik vond het eigenlijk best wel leuk. Ik vond het heel erg meevallen. En zij begeleiden me goed. En ik had er eigenlijk best wel schik in. Maar goed, je weet niet waar je moet kijken. Ik moest natuurlijk op een danspartner letten, maar ik was natuurlijk ook links en rechts aan het kijken. Kijken wie er achter doorliep en waar die mensen die weggingen. Of mol-logootjes, of is iemand geen... Ja, je zit continu. Je weet eigenlijk niet waar je... Er gebeurt zoveel. Eigenlijk kun je niet eens kijken. Wat een mooie ervaring. Robert, jouw heupen. Wat zitten ze los? Sinan? Ja. Ik hoop dat jullie ook een beetje hebben opgelet. Een beetje. De dansparen komen zo meteen hier terug. En dan krijgen jullie 1 minuut om je eigen danspartner af te tikken. Oh, dat weet ik. Oh, dat ben ik al. En dan denk je, oh, simpele opdracht, tuurlijk. Ik wens jullie veel succes. En dan kijk je ineens naar die groep en dan besef je... al die mannen die zien er hier allemaal hetzelfde uit, hè? Je eigen danspartner af te zetten. Dacht ik, oh nee, daar heb ik helemaal niet op zitten letten. Ik heb alleen maar op mezelf zitten letten, op mijn zelfbewustheid en mijn schaamte... en op de andere kandidaten. Maar ik heb helemaal niet goed naar het meisje gekeken eigenlijk waarmee ik stond te dansen. Hoe gênant is dat eigenlijk, weet je wel? Naar het open knoopje te zoeken en dan heb ik hem. Het was gewoon 3-2-1 en gaan. En ik zag al die andere kandidaten gewoon meteen naar een danspartner lopen. Wat op zich wel lekker was, want daardoor bleven er minder over. Toen dacht ik ineens, wacht even, die heb ik eerder gezien. De muziek begon meteen en meteen liep iedereen weg. Ik denk, oh wacht, oh ja, nou ja, ik moet iemand gaan zoeken. Ik kon ze toch niet vinden. Ik herkende mijn danspartner aan zijn totale awesome golf in zijn haar. Dus zat ik tijdens het dansen nog naar te denken, hoe heeft deze man dat gedaan? Het was perfect zo. Achter in de hoek stond ze. Ik denk, ik moest nog eens goed kijken. Hè? Want nu lachte ze niet, was ze serieus aan het dansen. Maar ik denk, ja... Ik ga er maar voor, maar die anderen zijn het zeker niet. Kandidaten, jullie hebben sowieso volgens mij... heel veel plezier gehad. Jullie konden 100 euro per goede match verdienen. Deze opdracht. Jullie hebben goed opgelet.
Jullie hebben alle 10 de juiste partner uit. Dat betekent dat ik voor jullie heb een prachtig biljet van 1000 euro. Iedereen kei blij, want dat hadden we niet verwacht. Evelien, alsjeblieft. Dat is echt een cadeautje dat je dan krijgt. Hè? Kijk jongens. 1000 euro in de pocket. Dat is onze eerste 1000 euro. Dat is toch wel een beetje heilig, vind ik. Geniet nog eventjes van deze overwinning. Heb een fijne avond. Tot morgen. Ik ben Sarah Gronis, ik ben actrice. En ik heb gespeeld in de film Bloedlink en de serie Meiden van Herengracht. Ik ben iemand die echt voor detail gaat. Dus ik kijk juist hoe mensen zich gedragen buiten de opdrachten om en in de opdrachten. Als ik daar een verschil in zie, dan schrijf ik op. En ook ga ik het helemaal gooien op het sociale. Want ja, vrienden moet je wel gaan worden met hem. Jamie? Ben jij de mol? Nee, ik ben niet de mol. Vind je jammer? Vind jij jammer? Vind jij het jammer? Dat ik het jammer vind. Ik heb het nu heel erg naar mijn zin als kandidaat, want ik zit in een speurtocht. Misschien wel naar jou. Ik ben Jamie Trinité, 27 jaar, presentator. Ik heb naast een aantal online series was ik tafelheer en heb ik Jules Unlimited gemaakt. Ik denk dat ik een aantal goede eigenschappen heb om ver te komen in dit spel. Het is alleen zo dat het begin ook voor mij, voor iedereen, een Russisch roulette is. Dit is het 19e seizoen. Er zijn er 180 kandidaten zijn mij voorgegaan. En er is nog steeds geen recept, geen formule van hoe je dit spel moet spelen. Iedereen kiest zijn eigen strategie. En zo heb ik de mijne. Na de feestelijke salsa-opdracht en de eerste 1000 euro in de pot lijkt de stemming bij de kandidaten op haar best. Maar ze staan voor een belangrijk dilemma dat de goede sfeer op de proef kan stellen. Want kiezen ze voor vrijstellingen en de mogelijkheid dat ze met z'n allen door kunnen, of kiezen ze voor het geld en de zekerheid dat iemand naar huis moet? En wat is de tactiek van de mol? Zet hij er alles om alles om te voorkomen dat er 2500 euro in de pot komt? Of houdt ze zich geteisterd om vertrouwen te winnen? Ik ga me omkleden na het ontbijt. Jongens, ik heb wel echt de meest perfecte kamergenoot ever. Ja? Hij is zo stil als een muis. Je hoort hem niet, je ziet hem niet. Het is perfect gewoon. Wat een mol eigenlijk. Ik was er ook niet. Je was er gewoon niet. Ja. Ik heb zo lekker geslapen, jongen. Ja. Ik heb een keer ondergestopt. Oh. Je lag zo lekker te spinnen, jongen. Oh. Mijn naam is Robert van Beckhoven. In het dagelijks leven brood- en maquetbakker. Ik ben jurylid bij Heel Holland Bakt en bij de Cupcake Cup. Ik miste alleen wel een beetje de cupcakes van morgen. Ja, die missen wel in de keuken, maar ze hebben hier helemaal niks om cupcakes te maken. Ik denk dat ze dat wel gezellig bij me vinden. In mijn dagelijks leven ga ik natuurlijk met heel veel mensen op. Hè. Ik geef cursussen, we hebben veel mensen in dienst. En die hou je dan de hele dag in de gaten. En je voelt dan of mensen goed in hun vel zitten. Of als ze een beetje jokkenbrokken. Ik denk dat dat wel nut heeft, ook tijdens deze Wie is de Mol. Hebben jullie nagedacht en misschien een beslissing gemaakt over wat te doen met die 2500 euro of die vrijstellingen? Is er al koffie, jongens? Koffie. Ik ga voor de vrijstellingen. Laten we erover stemmen. Zijn we er ook vanaf? Dat geld, dat komt wel. Ik wilde eigenlijk niet al stemmen. Want ik dacht, als we nou nog één opdracht doen, dan heb ik veel meer informatie. Dus dan weet ik ook beter of ik op het goede spoor zit. En dan kan ik mijn kansen vergroten. En dan heb ik liever die pot. Maar oké, zullen we stemmen en dan dat de uitslag nog niet definitief is? Nee, sowieso. Tussenstand. Tussenstand. Niet bindend. Maar goed, onder de groepsdruk werd besloten dat we een voorlopige stemming deden. Oké, wie gaat voor het geld? De hand van Sinan ging in de lucht, de hand van Rick Paul en ik. Wat is dit dan zo? Ja, ik twijfel gewoon. 3,5. Oké, 3,5. 3,5. Weet je dan? Niet zeker. Vrijstelling? Vrijstelling? Oké. 6,5. Okay.
Voor mij is het heel simpel. Ik wil zo lang mogelijk in dit spel blijven. Ik wil de mol pakken. Dus ga ik voor een vrijstelling in plaats van voor het geld. Yo no creí que al cabo de los años fuera encontrar un amor como el tuyo, porque solo encontré desengaños y ahora tengo el calor de tu muerte. Ik zie fietsen. Oh, nee. Goedemorgen allemaal. Morgen. Allemaal verschillende kleurtjes. Ik zag rode fietsen, blauwe fietsen en groene fietsen. En daarop zag ik kon het niet echt zien wat het was. Het waren een soort schermpjes. Jullie gaan vandaag veel te zien krijgen van dit historische bergstadje Santa Fe. Dat een nationaal monument is vanwege zijn prachtige architectuur. In het stadje liggen 5 enveloppen met geld. In totaal 1800 euro. En die hoeven jullie alleen maar op te halen met deze fietsen. Elke fiets heeft een tablet met daarop, als je tenminste blijft fietsen, alle informatie die je nodig hebt. Dus waar de enveloppen liggen, welke kandidaten die moeten ophalen en hoe laat. En gelukkig hebben jullie ook nog een klok. Succes. We gaan iets sportiefs doen, we gaan weer iets chaotisch doen. Geen idee, maar fietsen met 10 man door een dorp waar gewoon andere mensen zijn. Gegarandeerd chaos. Oké, jongens. Hoe gaan we dit het handigste aanpakken? We hebben elkaar wel in het begin allemaal nodig. Want we weten niet wat we achterop hebben, dus volgens mij moeten we sowieso achter elkaar. En langzaam. We moesten uiteraard binnen een bepaalde tijd met een aantal bepaalde personen envelopjes met geld vinden in de stad. En de aanwijzingen daarvoor kregen we op de schermpjes te zien. In het begin rijden we met z'n allen, want niemand weet zijn eigen opdracht. Die staat namelijk achterop. Dus we moeten met elkaar wegfietsen. En dan denk ik ergens opsplitsen op het moment dat we weten waar we naartoe moeten. En wie waar naartoe moet. Ja, maar je moet... denk je echt? Ik denk dat er gewoon altijd één lijn moet zijn waar je altijd weer op terugkomt. En we zouden achter elkaar in één lange lijn blijven fietsen om elkaar scherm in de gaten te houden. Om te kijken wie er wat moest doen. Fietsen op die keitjes was alsof je permanent met een drillboor bezig was. Je ging permanent zo op en neer. Het scherm voor je ging ook op die manier op en neer. Wat een fijn, hè? Nee, heb je nog niet. Het gaat snel, Sina. Jij bent voorop, denk ik. Nee, dit is niet te doen, joh. Het ziet er goed uit, mensen. Het ziet er goed uit. Ah, dit is mijn fiets. Doe maar. Ietsjes harder, anders vallen we stil. Niet te hard, niet te hard, Sina. Dit is Evelien voor iedereen. Uiteindelijk begonnen we in ieder geval met z'n allen achter elkaar. Evelien helemaal achterop, omdat zij de klok beheerde. Zij had ook als enige een schermpje voor haar neus. Jongens, we staan bijna stil. Misschien kunnen we iets harder. Ik ben Evelien de Bruin. Ik presenteer bij SBS onder meer Hart van Nederland en Huizenjacht. Bij NPO Radio 2 presenteer ik het programma Het Wordt Nu Laat. En ik doe ieder jaar de Top 2000. Een goede mol is een duiveltje en een engeltje tegelijk. Ik denk dat dat het allerknapste is van een mol. Als hij die combinatie helemaal perfect in balans kan houden. Ervoor kan zorgen dat hij in de groep een engeltje is. En tijdens de opdrachten een duivel. Hou de tempo, Sinan. Dik Paul, goede tempo. Ja, goed. Nog langzamer. Nee, goed zo. Supergoed. Dank u wel, Jezus. Nee, schat. Nee, niks. Evi moet om 11:15 bij de Tsinka-kerk het enveloppe pakken. Toen kwam er het eerste scherm op een fiets. Evi moet om 11:15 bij de Tsinka-kerk. Hallo, weg iedereen. Evi. Ik heb een bericht. Ja, de Tsinka-kerk moet ik hebben. Er is hier een kerk hier voor me. Een kerk. Ik versta er geen fuck van. De kerk is hier voor. Moet jij heen dan? Ik weet niet of het die kerk is. Oké, is dit de Tsinka-kerk? Moeten we dan even de weg vragen? We moeten de weg vragen. Hoe heet die kerk? Tsinka-kerk. C-H-I-N-K. Is dit de kerk? Señor, una pregunta. ¿Dónde está la Tsinka iglesia? La iglesia. Blijf fietsen. Tsinka, Tsinka. ¿Dónde está? Tsinka iglesia. Rechtdoor, rechtdoor. Tsinka? Ja, rechtdoor. Wat staat daar dan? Nee, want we hebben het gevraagd aan iemand aan een man. Die is rechtdoor.
Maar Evi, waarom fiets je op een andere plek nu? Je gaat te hard, Sinan. Oké. Oye, señor. ¿Dónde está la Cinca Iglesia? ¿Dónde? Ahí. Ahí está la derecha. Ah, todo recto. Oké. Sinan, rechtdoor. Moet ik niet gewoon al vertrekken? Moet ik al niet horen? Ja, ik zie hem al. Ik zie de kerk al. We zien de kerk. Evi, fiets maar voorbij, daar. Voor ik het wist, schoot Evi er vandoor en ze was weg. Jongens, moeten we niet in formatie blijven fietsen of moet Evi er gewoon vandoor? Waarom gaat ze voorop? Jongens, rustig aan. Zal ik met haar meegaan, jongens? Ik begin te fietsen. Snel, want ik denk ik moet die enveloppen halen. Ja, iemand mee met Evi. Ja, iemand mee met haar mee. Iemand mee. Oké, wie gaat er mee met Evi? Sarah gaat mee met Evi. Nikki naar de Santa Barbara kerk. Nikki moet om 11:20 bij de Santa Barbara kerk een envelop pakken. Ik denk, hè, daar ga ik. Nikki, hoor jongens. Ja, waar is die? Welke tijd moet Evi de envelop pakken? In een kwartier. Cinca kerk. Binnen een kwartier. Kunnen we een klein tikje harder? Hey, is er al opdracht binnen of niet? Verder. Nee, bij mij niet. Evi, kan je eens kijken of ik iets achterop heb gedaan? Ja? Evi? Jamie over. Evi, jij moet die envelop dus niet eerder dan 11:15 pakken. Dat is toch binnen een kwartier? Jamie, is het niet zo dat Evi die envelop voor dat kwartier moet pakken? Nee, ze moet wachten tot het 11:15 is. Is dat eigenlijk wel zo? Moet het niet gewoon, als de juiste mensen op de juiste plek zijn, moet je dan niet gewoon het envelopje pakken? I don't know. Maar ja, goed, je volgt ook een beetje de groep. Jongens, dit gaat tegen de richting in, Subbof. Hoezo moeten we naar links? Nee, we hadden ballen al lang naar die kerk gemoeten, toch? We fietsen tegen het verkeer in, maar dat geeft niet. Maar heb jij een route, jongens? Kijk uit, ik sta bijna stil. Als je stopt met fietsen, dan stopt ook je scherm. Dan gaat dat uit. Dus je kan zeg maar niet op je eigen fiets even afstappen en kijken wat het bericht is, om dat te controleren. Dus je moet vertrouwen op elkaar. Kijk uit, ik sta bijna stil, jongens. Maar heb jij een route dan? Zag jij een route, Evelien? Nee, natuurlijk niet. Evi en Sarah hier, moeten wij de envelop pakken of niet? Hé jongens, een beetje tempo maken. Pak hem, ja, wij pakken even op. Nee, niet pakken nog. Nee, niet pakken. Oké, niet pakken dus. Ik wou die envelop meteen nemen. Ik denk, we zijn hier, die envelop hangt er. Ja, ik bedoel, logisch dat ik die envelop pak. Evi en Sarah hier, wij staan voor de envelop. Moeten we deze pakken of niet? Nee, nog niet, jongens, niet pakken. Ja. Is het niet? Ja. We moeten even blijven fietsen. Ja, we blijven fietsen. Anders pak ik hem gewoon. Ik ben Evi Hansen. Ik ben presentatrice van onder andere Trioprijs. Ik ga altijd af in het leven op mijn gevoel. En ik ben heel benieuwd of ik in dit spel ook op mijn gevoel kan afgaan. Het voordeel is wel dat ik 8 jaar lang Expeditie Robinson heb gepresenteerd. Waardoor ik wel weet hoe bijvoorbeeld proeven in elkaar zitten. En ik weet dat er bij verschillende proeven vaak verschillende mogelijkheden zijn. We moeten wachten tot 11:15. Evi en Sarah hier, hoe lang hebben wij nog voor het pakken van de envelop? Het is 11:11, nog 4 minuten, jongens, wachten. Staat er al wat aan, hè? Kijk. Zien dan naar links, lekker. Maar die is daar. Dat komt net vandaan, dus kun je hier rechts. Dat is hier rechts. Ja. En toen begon er pas bij mij wat te dagen van, er moeten dus meerdere mensen op één plek zijn. En dan pas mag je het envelopje pakken. Sinan, ga jij mee met Nikki? Ja, ga jij maar mee met Jamie. Evi en Sarah, pak er echt op. Nee, niet doen nog. Je neemt aan dat iedereen gewoon Wie is de Mol in het verleden heeft gekeken. En dat iedereen wel iets heeft opgestoken van de porto-discipline. Maar iedereen zat door elkaar te kleppen. Mensen drukten elkaar weg. Het sloeg helemaal nergens op. Nu mag je de envelop pakken. Nu pakken, pak de envelop. Alles viel weg, niemand reageerde. Uit die porto zou ik eigenlijk even goed niet kunnen zijn. Oké, pardon. Rickbal, niet er doorheen, niet er doorheen. Naar de Santa Barbara. Ik kan pakken, pak maar. Op een gegeven moment dachten wij dat het 11:15 was en pakten wij de envelop. Evi die scheurde die envelop echt meteen open. Hè? Yeah. Er zat €300 in de envelop. Oké, let's go. Evi, Jamie, Merel. En 3 namen. Evi, Jamie en Merel.
En ik dacht even Jamie Merel. Oké, er staat ons en wat Evie, Jamie en Merel. Hè? Is dat dan niet de envelop ook voor haar? Dus hebben jullie een collectieve envelop gepakt? Wat? Oké, kom, fietsen. Daar, Nikki, je moet die pakken. Met de volledige groep zonder Evie en Sarah gaan we naar de Santa Barbara kerk. En ik zie hem al hangen. De envelop. Ik denk, van mij. We moeten meteen pakken. Top. Blijven fietsen, top. Blijven fietsen. Nee, joh. Nee, kom maar. Als duidelijk wordt gezegd, blijf fietsen. Blijf gaan, want dan blijft de tijd correct lopen. Dan blijft het dus synchroon lopen. Volgens mij moet je dat dan gewoon doen. En ik had eigenlijk gewoon het idee, er klopt hier gewoon helemaal, helemaal niets van. De schermen liepen niet goed, de berichten liepen niet goed. Maar we zijn gewoon echt met z'n allen vergeten dat als je ook maar 1 seconde stil stond, dat die schermen, die berichten anders gingen lopen. Dat is gewoon oerstom dat we dat niet in de gaten hebben gehad. De opdracht is gestopt, tijd is op. Zwetende kandidaten. Wat is er misgegaan? Ja, wat niet. Ah, we hebben de opdracht gewoon, sorry, niet begrepen of zo? Nou ja, ik sta bij deze 2 enveloppen. Die hebben jullie sowieso niet gered. Dus dat is al misgegaan. Ja. Jullie konden €1800 verdienen. Mag ik de enveloppen die wel binnen zijn gehaald? Ja. Dit is jouw envelop? Zou je overtreffen hoeveel erin zit? Ik ben benieuwd. Oh. Deze opdracht van jullie, Evie, is niks waard, helaas. De opdracht is niet goed uitgevoerd. Deze envelop is van Nikki, Rick Paul, Niels. Jullie hebben de opdracht wel goed uitgevoerd. Wij waren daar, alle drie. Dat is bizar, maar dat is toeval. Blijkbaar waren wij met z'n drieën, Nikki, Rick Paul en ik, op de juiste plek, op de juiste tijd, toen Nikki dat envelopje pakte. Ja, ik vond het bizar, maar dat is eigenlijk ook een beetje, soms moet je een beetje geluk hebben in het leven. €300 voor in de pot. €3! Toch €300? Hey, ik had niks verwacht, hè? Dit is lekker. Wie is de penningmeester? Ja! Kijk eens, kijk eens. Alsjeblieft. Maak jullie je klaar voor test en executie. Oh, en ik wil ook graag jullie antwoord horen op mijn aanbod. Succes met de voorbereidingen. Als je €1800 kan winnen en je haalt er 300 toevallig binnen, dat je dus niet bewust bent dat je dat op een goede manier doet, dan ben je eigenlijk gewoon een stel sukkels, want dan heb je de hele opdracht niet begrepen en dan heb je gewoon een klein mazzeltje dat je €300 binnen hebt gehaald. Volgens mij is er ergens op het scherm ook komen opstaan. Jamie moet ook om dat uur bij die kerk zijn en Merel moet ook om dat uur op een kerk zijn. En mensen hebben het niet gezien of hebben het niet doorgezicht. En daarom ben ik als enige doorgegaan naar die kerk. Ik was echt een beetje pissig. Ik ben denk ik vanmiddag echt een soort kant van mezelf tegengekomen waarvan ik niet wist dat ik hem in me had. Ik was echt serieus pissig. Ik dacht ook, laat er maar iemand naar huis gaan. Want er zit echt niet één iemand heeft vandaag de boel lopen frustreren, maar meerdere mensen hebben de boel lopen frustreren. Jongens, we moeten stemmen. Mag ik jullie handen zien voor het geld? 2. Nou, 3. 1. 3 voor het geld. Nou. Nou, duidelijk, toch opeens geld. Mag ik voor jullie alle handen voor de vrijstelling? Voor de formaliteit. Ja. Nou, oké, jongen. Okay. Top. Ik ga er helemaal achter staan. Achter jullie besluit. Nou, kom maar dan. Tijd voor de eerste executie. Elke kandidaat kreeg een test met 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Degene met de meeste fouten moet het spel verlaten. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. 4 van jullie hebben bij de opdracht op de brug een vrijstelling verdiend. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat
geen van jullie naar huis hoeft te gaan. Maar ik heb jullie een aanbod gedaan. 2500 euro voor de pot. Als jullie als groep afzien van de vrijstellingen. Maar dan moet zeker iemand van jullie naar huis. Wat is het geworden? De vrijstellingen. Jullie kiezen dus niet voor het geld? Nee. Interessant. Toch? Als één van de vier vrijstellingen gaat naar degene die de test het slechtst gemaakt heeft, hoeft er niemand naar huis. Gaan we het zien. Niels? Het is toch wel een beetje het moment waar je voor vreest. Kijk, hier wordt gevraagd, voor wie is de mol, dan is alles euforisch. En dan ga je denken over alle mooie opdrachten die je mag gaan doen. En alle leuke mensen die je gaat leren kennen. En je gaat fantaseren over dat je als eerste alles weet, waardoor je geen enkel probleem hebt met die test. Maar ja, ik heb nieuws. Je weet nog niks. Ik heb besloten om te gaan spreiden. Eigenlijk wil ik het niet. Eigenlijk is die tunnelvisie waar iedereen het altijd al jaren over heeft, toch heel verleidelijk. Maar het is te vroeg en ik ga gewoon niet die guy zijn die dom is en meteen al op één persoon gaat. Vier verdachten en dat betekent dat ik 5 vragen per persoon ga invullen. En dat betekent dus dat je met 5 vragen in deze eerste ronde misschien door bent. En dat is echt super, super, super weinig. Maar het is gewoon schieten met hagel. Evelien, je had een vrijstelling. Oh, oké. Okay. Ik kreeg mijn kippenvel. Ik denk, daar gaan we. Evie laat totaal niet het achterste van haar tong zien. Ik ga gesprekjes met haar aan. We hebben eigenlijk heel veel gemeen. Heb ik hele leuke gesprekken met haar. Maar als ik dan klaar ben met het gesprek en uitgesproken ben, dan denk ik, wat ben ik nou eigenlijk te weten gekomen? En ik verdenk dus heel erg Rick Paul. Hij deugt gewoon niet. Hij deugt niet. Die man heeft niks gedaan tijdens die derde opdracht. En hij was ook niet van slag dat het zo slecht ging. Hij is dag, nacht, Jekyll, Hyde, alle kanten op. Er is zoveel informatie en met zoveel mensen, het is echt Russisch roulette. Ik ga het toch maar verdelen. Ja, ook tussen mannen en vrouwen. Ik denk dat ik een beetje rond de 3-4 mensen ga zitten. Een beetje afhankelijk van de vraag. Robert? Jij had een vrijstelling.
Ik zie heel veel, maar ik weet niet of ik de goede dingen zie. Dus eigenlijk wil ik de test maken om te weten of ik op het goede pad ben. Maar eigenlijk wil ik ook gewoon nog even een aflevering wachten. Ik ga spreiden. Ik ga niet degene zijn die al bij aflevering 1 vol op iemand gaat, want dat gaat altijd verkeerd. Ik ga spreiden op Evie, met Niels als een tweede en een klein beetje op Evelien. Ik heb eigenlijk iets van 6 mensen op mijn lijstje staan. Ik ga natuurlijk niet op 6 mensen spreiden, dus ik moet denk ik terughalen naar 4. Maar wie? Ik wil heel graag gaan spreiden, ik moet mezelf voorhouden, spreiden. Want ik zit al bijna in een koker, een tunnel die ik weg moet duwen. Ik ga spreiden, maar ik vind dat heel moeilijk. Ik, Paul. Ik hoop dat het snel voorbij is en dat ik er dan nog ben. Nikki. De derde vrijstelling was voor jou. God, zenuwslopend rotspel. Sarah. In zijn macht. En het is fucking moeilijk om die knop om te draaien. En om nog normaal te denken. Nu al, hè? Nu al. Ik heb geen idee. Ik wil graag de test maken. Ook omdat ik denk dat als er iemand afvalt, dat het misschien nog voor mijzelf iets helderder wordt. Want als ik heel eerlijk ben, op dit moment zijn er 3 mensen die ik eigenlijk heel erg verdenk. En ik zou hopen dat er gewoon 1 van die 3 al meteen afvalt. Ik verdenk Evelien. Ja, als ik heel eerlijk ben, ik zou haar ook hebben gekozen als mol. En Nikki is ook een verdachte. Ja, absoluut. En Sarah, ja, doet zich af en toe voor als een beetje onnozel. Ik vertrouw haar niet helemaal. Evie? Evie, jij had de laatste vrijstelling. Sinan. Lekker. Ik had het zinnig gezegd, jongens. Ja. Jullie zijn dus allemaal door. Maar 1 van jullie is door het oog van de naald gekomen. Gefeliciteerd. Ik vind het helemaal leuk. Waar doen jullie het? Kan niet meer uit. Dus 1 van die vrijstellingen. Is het 1 van die vrijstellingen? Ja, natuurlijk. Ja. Wie had die vrijstellingen? Ja, Evelien, Merel en Nikki. We beseften dat we met z'n allen nog eens doorgaan. Niemand moet naar huis, dus we kunnen weer met z'n allen een stukje verder in dit avontuur. Jongens, dit wilden we en we hebben het gekregen. In de
de loods hiernaast ligt een laserlabyrinth. Ik dacht, dit is totaal onmogelijk. Heel even maar. 6. Waarom deed je net 2 vingers? Oh, je kan hier zo goed mollen. Ja, tuurlijk. Het is afschuwelijk. Ik zou 2000 euro over hebben voor een joker. Wat? Niels, niet gaan. Nee. Wat gaat dat? Dit jaar kunnen die jokers nog waardevoller zijn. Nee, maar dat is toch gewoon meteen met al die vrijstellingen. En wat een vondst rondom de jokers. Ja, nou ja, wij zijn er nu live op NPO 3 met Moltok. Met oud-mol Suzanne Visser, Ron Boshart, Freek Bartels. Wie wordt op dit moment het meest verdacht in de Wie is de Mol-app? En zijn onze gasten daarmee eens? Vanaf nu live op NPO 3, Moltok. Thuis bij AfroTros.